It's Silvestre. Dit is hem. De dag der dagen. De dag van de mooiste tocht ter wereld. Waarom heeft die Elfstedentocht toch zo'n betekenis voor ons? En het schaatsen, waarom zit het zo in ons bloed? Je mag om mijn logeerbed niet afgeven aan iemand anders, want ik moet hierbij zijn. Dus er wordt zo lang over gesproken al en eindelijk is het zover. Als je nu niet van schaatsen houdt, ja, dan ben je gewoon gek. Ja? Ja. Er zijn nog schippers die op het Elfstedentocht er doorheen gaan. Ja, die zijn hun leven niet zeker. Tijdens het klunen hoorde ik van, oh, alweer een vrouw. Ja, weet je, ik had nog een klein beetje Chinees over die van de avond tevoren. Is lekker opgepeuzeld. Ja, echt. Weerstations geven waarschuwingen af voor serieuze sneeuwval. Er gebeurt nogal wat met het klimaat. Dan nog eens een keer naar de verwachting kijken. Ja? Even 18 graden onder nul. Hoeveel bezoekers verwacht u? Dat kan 1,5 miljoen zijn. Over een paar ogenblikken zal het startschot klinken. En dan is de dag der dagen echt begonnen. Als het aan ons ligt, het Silvestre. Radio De Tocht. Het geluid van de Elfsteden.